En een hele fijne hallo allemaal. Zo, dat mag ook wel eens gezegd worden, denk ik zo. The pursuit of happiness with liberty and justice for all. Mooi, hè? Illusies. En dat brengt me direct bij de vraag van vandaag. Goh, toevallig allemaal. En die vraag was van Nigel. Nigel, the motherfucking Pigel. Hey Nigel. Nigel vroeg, Vincent, waar word jij nou echt gelukkig van? Dat is een hele goede vraag, Nigel. Waar word ik gelukkig van? Waar word ik nou echt gelukkig van? Nou, Nigel, ik moet heel eerlijk tegen je zijn. Ik word nergens gelukkig van. En nou zie ik jou denken van, oh jee. Oh jee. Is Vincent depressief? Nee, Nigel. Ik ben wel eens gelukkig. Hè? Ben ik gelukkig? Ik ervaar wel eens momenten van geluk. Hè? Voor zover je geluk kan definiëren natuurlijk. Ik ervaar wel eens momenten van extase, blijdschap, vreugde, euforie, liefde. Ja, wat allemaal niet meer. Maar er is geen constante factor in mijn leven waarvan ik kan zeggen van, goh, als ik dat doe, dan ben ik gelukkig. Of als ik dat ervaar, dan ben ik gelukkig. Als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Nee, ik ben zelf constant in transformatie en het leven transformeert de hele tijd. Dus er is geen constante factor waarvan ik kan zeggen, nou, dan ben ik gelukkig hoor. Hey. Oh, wat ben ik dan gelukkig. En sowieso is het leven gemaakt om constant maar gelukkig te zijn of zo. En om in een constante staat van bliss te zijn. Want ja, daar komen we vandaan. Dan hoef je naar mijn idee hier niet te zijn om dit allemaal te ervaren of zo. Dan ben je de Boeddha, dan ben je verlicht. En dan moet je lekker op een berg gaan zitten en de hele dag je bek houden. Lekker een beetje naar het leven kijken en de hele tering zou ervaren. Dus dat is wat jij wil. Als Boeddha zijn, dan moet jij lekker weten, Boeddha. Terug naar de vraag, waar word jij gelukkig van? Er is dus geen constante factor. Want dat zou wel heel erg makkelijk zijn, toch? Stel dat ik gelukkig word van met mijn kut spelen op een dag. Hè? Dat ik bij mezelf denk, nou, dat vind ik toch best wel lekker een beetje met mijn kut spelen. Dan zou ik de hele dag met mijn kut kunnen spelen en dat ik dan de rest van mijn leven gelukkig ben. Door met mijn kut te spelen. Nou ja, op een gegeven moment ben je er wel klaar mee, denk ik. Gaat die kut ook een beetje meuren of zo. Hè? En het is hetzelfde als dat je dan de hele tijd met een naald op hetzelfde plekje prikt. Dat je op een gegeven moment geen pijn ervaart. Op een gegeven moment ervaar je dan geen... Dus er is geen constante factor waarvan ik dan kan zeggen van, nee, als dan. Er is geen voorwaarde van, nou als, dan ben ik gelukkig. Of zo. Toch? Als dat je vraag is. Maar ik ervaar wel momenten van geluk. En dat kan ik in alles vinden. Ik kan ook geluk vinden in het ongeluk. Hè? Weet je, het feit dat je hier al op aarde bent. En dat je ook, laat maar zeggen, in de stromtrappen mag ervaren. Hè? Daar zou je al gelukkig mee kunnen zijn. Maar het is maar net welke bril je opzet natuurlijk. Hè? En ja, nogmaals. Is het leven gemaakt om in een oneindige staat van bliss te verkeren? Ik denk het niet. Er zijn momenten, ja, dan is het even kut. Maar dat kan je ook als mooi ervaren, weet je wel? Dus waar word ik gelukkig van? Nou ja, nee. Ben je wel eens gelukkig? Ja, ik mag wel zeggen dat ik redelijk vaak geluk mag ervaren of zo. Maar sowieso, waar komt dat vandaan? Hè? Waar komt die bullshit vandaan? Dat je altijd maar gelukkig moet zijn. Hè? The pursuit of happiness.
Is dat een paradox? Weet ik niet. Misschien wel. Ja, wat is dat voor bullshit? Want als je aan het pursuen bent, dan ben je er niet. En als je het eenmaal hebt, dan maak je nu even een paar stofjes aan in je hoofd. Maar daarna is weer weg, dan wil je weer wat anders. Dus er is niks te pursuen. Weet je, het zit ook zo ingebakken hier. Wat wil je later worden, hè? Als je groot bent, wat wil je dan worden? Wat wil je nou, man? Ik ben al. Hè? Ga maar naar school, dan krijg je een baan en dan... En dan als je een baan hebt, ja, dan ga je naar je pensioen toe werken, hè? En dan ga je dan gaan we genieten. Als we met pensioen. Nee, nog 1 of 2 miljoen verder. En dan... Dan kan ik gaan genieten. Oh nee, ik moet nog 1 miljoen erbij. Want stel je voor dat ik niet miljoenen genoeg heb. Of zo. Wat wil je nou, man? En kom ik even terug bij van... Wat wil je later worden? Weet je, kan je nog herinneren dat je kind was? En dat je gewoon... Was je toen bezig met het najagen van... Ik moet gelukkig zijn? Hey, fuck die bullshit, man. Ik ga lekker op mijn scooter rijden. Of ik ga lekker op mijn BMX'je rijden. Of ik ga lekker op mijn hobbelpaard. What the fuck, wat wil je nou, man? Wat wil je laten worden? Ik zit lekker op mijn hobbelpaard, man. Hou je bek. Weet je? Daar was je gewoon lekker aan het zijn. En ergens, ja, dan raak je dat kwijt. Doordat je de hele dag in je hoofd wordt geneukt. Door dat gekke systeem. Hè? Maar goed. Ik wijd een beetje uit. Hè? Ik loop weer een eind in de wind. En... Maar jij bedoelt, wanneer ervaar ik geluk? Ja, ik kan het in van alles ervaren. Als ik met mijn kinderen bezig ben, als ik op mijn werk ben, in een mooie ayahuasca ceremonie. Als ik in de stront stap, hè, en bij mezelf denk, ja, kut, dan voel ik mezelf zielig. En dan kijk ik naar mezelf en denk, ja, wat wil je nou, man? Je bent op fucking aarde. What the fuck, man? Deze trip. Hoe verwonderd moet je eigenlijk niet zijn dat je dit elke dag mag ervaren? Van, what the fuck is dit, joh? Maar goed, ik kan wel zeggen dat ik in mijn leven... Hè? Momenten dat er dan wel een soort van, het is geen voorwaarde, maar dat ik dan, laat maar zeggen, bij elkaar opgeteld, dat ik dan toch wel de meeste lol had, of dat ik het meest blij was, is dat wanneer ik andere mensen blij kan maken. Hè? Wanneer ik andere mensen blij kan maken, of aan het lachen kan maken, of weet ik veel wat, ja, dan heb ik het ook naar mijn zin. Maar dan niet blij maken omdat ik er wat van moet hebben of zo, weet je. Hier heb jij dit en dan ben ik dat. Nee, gewoon vanuit je hart blij maken. Ja, dan moet ik zeggen dat ik dat toch wel het leukste vind of zo. Dan heb je toch nog een antwoord, hè? Voordat ik weer een uur in de ruimte lul. En ja, heb ik tips. Doe wat je het liefste doet en maak de anderen blij mee, weet je wel. En dan komen we toch weer, hè, bij André Hazes uit. Senior, hè? Niet junior, senior. Want die oude boef, hè, die snapt het wel, hoor. Dit leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd, dus leef, want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Dan zul je echt gelukkig zijn. Want dit leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein. Kleine jongen. Hè? Wat ik eigenlijk wil zeggen, alles gaat voorbij. Gelukkig maar. Hallo.